We zijn er apen trots op dat we dit in Westwoud hebben kunnen realiseren. Ik vind gewoon dat dit echt bij het dorp hoort. Ik vind het prachtig. Wij vinden het prachtig en ik hoor heel veel positieve verhalen. De oude melkfabriek in Westwoud is dankzij een burgerinitiatief omgetoverd tot appartementencomplex. Jarenlang stond het leeg, terwijl er een grote behoefte is aan woningen. Als je gaat kijken hoe het dat mensen 7, 8 jaar op een wachtlijn staan, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En een dorp als Westwoud is zo klein, geldt ook voor Oosterblokken, die hebben geen woningen te bieden. En als er dan particulieren zijn die dat initiatief kunnen nemen, dan is het natuurlijk prachtig om een aanvulling te geven. Dit initiatief is één van de voorbeelden die komende vrijdag wordt gebruikt tijdens een zogenaamd plattelandsparlement in Hoogkarspel. Vereniging Dorpswerk wil burgers en politiek die dag bij elkaar brengen. Nou, tijdens dat plattelandsparlement gaat het erom dat er heel veel mensen zijn die in de dorpen en de kleine kernen in Noord-Holland bezig zijn met fantastisch mooie initiatieven. Voor woningen, voor betere zorg, voor de sociale samenhang. En die willen dat graag laten zien aan elkaar. Ze informeren elkaar daarover, maar uiteraard zijn op die bijeenkomsten ook mensen vanuit beleid en politiek aanwezig en maatschappelijke organisaties. Dit is de oude steen van de stoomzuivelfabriek Eureka. Deze steen stond vroeger op de gevel. Het is nu niet altijd even gemakkelijk om een initiatief van de grond te krijgen. Straks moet het allemaal veel soepeler gaan als het Rijk met de omgevingswet komt. In Westwoud ging het eerst ook een beetje stroef. In het begin hadden we wat moeite, dat moet ik gewoon eerlijk bekennen. Komt ook door de onervarenheid van ons ten opzichte van de wetgeving allemaal. Maar we draaien nu zeg maar, 2 jaar. We zijn met de vervolg zijn we bezig en het klikt steeds beter. En eigenlijk een heel belangrijke verandering van de manier van werken. Die wet die zegt overheden, en of dat nou de provincie is, een gemeente of een waterschap, geef ruimte aan het initiatief uit de samenleving. Bij de appartementen in Westwoud had de gemeente wel voorwaarden over bijvoorbeeld sociale verhuur, maar samen zijn ze eruit gekomen. En de historische achtergrond van het pand is bewaard gebleven. En dit is het oude kaaspakhuis. En als je gaat kijken naar deze wand, dit is nog de oude originele wand van het kaaspakhuis. Het pand dateert van 1952. Dorpswerk hoopt dat het plattelandsparlement van komende vrijdag inspiratie biedt, maar ook bestuurders op het pad helpt om nu al flink aan de gang te gaan met alle buurt- en dorpsplannen. Wij hopen ook dat ze geïnspireerd zijn over die voorbeelden waar het toch net al allemaal even iets anders gaat, hè, waar die inbreng vanuit het dorp al gehonoreerd is. Dat ze zien van, zie je wel, het kan. We moeten daar wellicht als bestuur en als overheid anders naar kijken. Maar als we daartoe bereid zijn en die openheid hebben om toch de problemen die er zijn samen op te lossen, dan komen we ook verder. In Westwoud hebben ze geen aansporing meer nodig. Daar liggen de volgende plannen alweer klaar. En het worden allemaal woningen die we dus ook als starterswoningen in overleg met de gemeente naar voren gaan brengen, gaan realiseren. Mogelijk dat ze eerste jaren nog in de verhuur komen. En, maar dat zien we dan wel. Dat is de vervolg.